Wij hebben jullie de afgelopen weken behoorlijk laten weten, tot op het opdringerige af, dat wij een concert gaan geven. En wij, dat zijn dan Jeffrey Schenk, Cor Bakker en ik. En dat concert gaat op 5 november in de voormalige tv-studio's in Aalsmeer gaat dat gespeeld worden. En het heet Onweerstaanbaar. En het zijn liedjes voor vrouwen en over vrouwen. Mannen mogen ook komen, helemaal geen probleem, als we maar niet te veel last van jullie hebben, jongens. Ja, dat. Nou, oké, vandaag was de eerste muzikale repetitie met Cor. Een echte repetitie was het niet nog, hè. We hebben alleen nummers uitgezocht. Wat gaan we doen? Oké, nou, Cor kent uiteraard niet alle nummers, dus dat hebben we hem al laten horen. En ja, hij speelt het zo weg, hè. En niet alleen dat hij speelt, maar hij begrijpt tot in zijn botten, begrijpt hij ook hoe die nummers werken. Hoe hij het moet spelen om die nummers van het papier te laten komen. En bijvoorbeeld, dan hebben we een nummer waar we alleen een melodielijntje van op papieren bestaan. En dan, wat er dan gebeurt is het volgende. Jeffrey speelt dat af op het origineel, op zijn telefoon. En Cor, zonder te stoppen, zonder iets terug te spoelen, schrijft even gauw de harmonieën erbij. Want hij hoort dat gewoon allemaal. Weet je? En ja, je ziet hoe enthousiast ik ben. Ik heb natuurlijk, ik doe mijn leven lang al muziek. En ik heb met veel muzici gewerkt. Maar je hebt mensen die muziek spelen. En je hebt mensen die muziek zijn. En Cor Bakker is tot in zijn vezels, tot in zijn nieren, tot in zijn knieschijven. Die is gewoon muziek. Ik kan me ook absoluut niet voorstellen dat die man ooit nerveus is als hij moet spelen. Want hij staat zo ver boven de materie. Het is een cliché, maar voor hem is muziek maken hetzelfde wat voor jou en mij ademen is. Dus dat was een bijzondere ervaring. Laat ik het zo zeggen, als je met Cor Bakker zingt, dan is het alsof je een Ferrari rijdt. Dat is echt een unieke ervaring. En ik doe echt al heel lang mee, hoor. Nou ja, daarnaast heb je dan natuurlijk ook nog Jeffrey. En Jeffrey is natuurlijk een stuk jonger dan Cor en ik. Maar staat al wel vanaf zijn 17e staat hij te zingen. Die is begonnen bij Bolle Jan. Dus in het café van de vader van René Vroger. Waar al die zangers, althans zoveel zangers zijn begonnen. Dus ja, die doet ook zijn hele volwassen leven al niet anders. Nou, en de derde ben ik dan. En ik zing ook. Maar ik doe ook de lulpraatjes tussendoor van jongens, waar gaat het over enzovoorts. Want we gaan ook wel babbelen natuurlijk. Cor ook hoor, trouwens, dat kan hij ook. Maar goed, ja, je merkt wel, ik sta helemaal te stuiteren van de enthousiasme. Want weet je, die fucking verhuizing is over en ik ben van het gezeik af en ik kan me nu volledig hierop storten. Welke nummers gaan we samen doen? Want Jeffrey heeft een iets hogere stem dan ik. Want ja, dat is wel zo. Cor moet ook de toonsoorten bepalen en mijn stem is veel lager dan je zou denken. Dus bij mij moet alles even zakken altijd, ja. Muzikaal dan, ja. Het is niet kledingstuk of zo. Maar Jeffrey zingt iets hoger en dat geeft dus geweldige kansen op mooie duetten. Dat gaan we ook allemaal uitzoeken. Dus ik heb mijn handen ervoor vrij en ik heb mijn hoofd ervoor vrij. En het was al een leuk idee, maar jongens, wat heb ik er nou zin in? En Cor Bakker en ik, we kennen elkaar al 30 jaar. We hadden nog nooit samengewerkt. Nou jongen, je weet echt niet wat je overkomt. Kijk, dit is waarvoor ik dit vak ben gaan doen. Oh jongens, wat heb ik er zin in? Het is een cliché, ik weet het, maar ja, het is gewoon niet anders. Sorry.